Dames en heren, goedenavond en welkom op de persconferentie na de wedstrijd tussen Agent en KV Kortrijk. Zoals gewoonlijk gaan we ook na deze wedstrijd even de analyse vragen van de beide trainers. En we beginnen met een analyse van de trainer uit het bezoekende kamp van KV Kortrijk, Johan Wallen. Monsieur Wallen, voor de analyse. Goedenavond en eerst en vooral proficiat aan Gent voor de overwinning vanavond. Mijn analyse is dat in de eerste helft we waren redelijk goed op positie. En we hebben geprobeerd op de counter te spelen tegen Gent. Dat is niet gelukt, want we hebben een doelpunt gekregen na 35 minuten. Daar maken we een positionele fout. Maar voor de rest, ik was redelijk tevreden daarmee in de tweede helft. Ja, als we krijgen zo'n penalty tegen, dat wordt heel moeilijk voor ons. En de doelpunten waren met 10. Dus dat was heel moeilijk voor ons in de tweede helft. Maar bon. Is dat toch niet aan Gent. We moeten verder kijken aan onze wedstrijd van zaterdag tegen Brugge thuis. En daar moeten we absoluut punten nemen. Oké, bedankt voor uw analyse, meneer Wallen. En dan gaan we over naar onze coach, coach van Agent, Hein van Hazenbroek. Wat is jouw kijk op de wedstrijd? Wij wisten dat het niet makkelijk ging worden. De ploegsamenstelling van Kortrijk hadden wij gezien dat zij uitgingen gaan van een heel goede organisatie. Gingen loeren op de counter, gingen proberen te profiteren van de stilstaande fase waar ze heel sterk op zijn. Dus was het kwestie bij ons om geduldig te zijn, de momenten af te wachten, proberen de fouten eruit te halen om niet tegen te komen wat je bijvoorbeeld tegen Charleroi tegenkomt. Waar je dan doelpunten pakt die misschien te vermijden zijn door gebrek aan focus. Want dan wordt het dubbel zo moeilijk. We hebben dat goed kunnen doen. We hebben weinig weggegeven uiteindelijk. En op het moment dat je op voorsprong komt, dan weet je van eigenlijk is het moeilijkste gebeurd. Maar wel, ik heb gezegd na de rust, Kortrijk zal wellicht op dezelfde manier doorgaan nog even. Maar wij moeten proberen in die periode van een tweede doelpunt te maken, vooraleer zij meer risico gaan nemen en meer offensief geweld zullen inbrengen. Als wij dan een dubbele voorsprong hebben, dan kunnen wij dat wellicht uitspelen en dan kunnen we misschien ook gaan voor een extra doelpunt. Dus dat is gelukt. Ik denk dat wij deze wedstrijd verdienden ook te winnen. En ik denk dat dit een mooie afsluiter is van ongelooflijk 2015 thuis. Hè, want het is nog niet het einde van 2015, maar het is wel het einde van de thuiswedstrijden. Als je ziet hoe Agent gegroeid is in zijn thuiswedstrijden, hoe dit publiek zich achter de ploeg heeft gezet. Want als ik eerlijk ben, eigenlijk is het eerste doelpunt gemaakt door het publiek. De manier waarop zij 5 minuten aan een stuk zijn beginnen pushen met 19.000 man, ik ging bijna zeggen 20.000, ik weet dat die van Kortrijk me nog altijd graag hebben, maar die hebben toch niet meegedaan om ons vooruit te pushen vandaag. Maar ze hebben bijna de bal erin gedaan. Dus ik moet hen daarvoor danken. Ik denk dat de dank achteraf, die mijn kapitein dan ook heeft uitgesproken aan de supporters, volkomen terecht was, volledig op zijn plaats was ook, omdat zij ons ongelooflijk hebben gesteund. Het is een wederzijds gegeven. Hè. Wij zorgen dat zij iets hebben om blij te zijn, om te vieren. En zij geven ons zoveel terug en pushen ons in de moeilijke momenten. Om boven onszelf uit te treden en zoals vandaag om zelfs een doelpunt te scoren.